spijl waar ze naartoe moeten. Die gaan niet hard genoeg. Ja. Daar zit de stoere man die de wacht houdt. Annemiek van Vleuten en ik rijd voor Orica Scott. Ik ben nog de huidige Nederlands kampioen tijdrijder, daarom heb ik het rood en blauw aan. En ik ga morgen mijn titel verdedigen op de tijdrit. Heel veel succes morgen. Dankjewel! Gebeuren. Hey. Die doen morgen ook mee. Ook hier staan aanmoedigingen voor Brit Knaven en Gert de Keizer. Zijn laat die hammer winnen. Ja, noem over. Nou, dat is een echte fan. 1, start. Start. Hier is Pastor Eekhoorn! Hier is Pastor Eekhoorn!
chant op lak. Go. Start. Start. Go. Start. Go on, go. 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 Start. Go on, go. Nu gaat Annemiek van Vleuten starten. 5, 4, 2, 1, go! Steven Lammertink, die kent er ook. Jij hebt van mij een studieplekje, hè? Ja? Doe dat goed, jongen. We voor Loes Aardegeest ook bijna niet te doen zo snel, maar goed. Bij Menke Slingeland, want ze wordt Nederlands kampioene, elite zonder contract. Komen. Hier komt het, het geweld op de fiets, hoor. Ja. Chantal Blaak, nummer 21. Het is achterstand voor je mekaar, 28 seconden en de binnenkomst daar. Ja, dat kan ook weer weg. Nummer 20, ja. Seconden. Dat is één clubbeding. 18 de tussentijd. De binnenkomst zoeken we hier ook op de hot seats. De Breggen. Ja, daar is ze. Anna van der Breggen, de binnenkomst. Verschil van minder dan 6 seconden te zijn. Hier gaan we de volgende binnenkrijgen. Daar over de streep met de nummer 5. Amy Pietersen. Daar gaan we de binnenkomst krijgen van Ellen van Dijk. Op 30-48. Naar de binnenkomst van Lucie. Komen! Annemiek van Vleuten! Wordt dat de nieuwe Nederlandse kampioene? Een fantastische kampioene dus, Minke Slingeland. Een hele mooie tweede plaats. Ja, dat komt zo langzamerhand. Als je steeds iets beter gaat, dan schuif je steeds wat meer op. En nu dus ook op het podium. Ze komt uit Oostzaan en ze heet Bianca Lust. Ja, niet te ver, want dan zak je weer een plek. En dan de derde. Ze was al een fantastisch bezig in de UCI-wedstrijd in Zwolle. Daar werd ze tweede. Maar nu doet ze het weer dunnetjes over. Komt als derde op het podium Loes Aardegeest uit Enschede. Dan gaan we allereerst de trui uitreiken. En dat gebeurt door de voorzitter van de KNWU, Marcel Wintels. En het blijft altijd een prachtig moment, zeker als je er totaal geen rekening mee gehouden hebt, dat het helemaal jouw ding gaat worden. Minke Slingeland. Uit Oosterhout, de zoenen van Marcel Wintels. De zoenen en de felicitaties voor de nummers 2 en 3, Bianca Lust en Loes Aardegeest. Dan de medailles die erbij horen. En die gaan omgehangen worden door Loes. Tegenwoordig coach dus en trainer bij de KNWU. Na een prachtige wielercarrière. Loes Gunnewijk. En ook uit de streek afkomstig. Zo, dit is het podium, dames en heren. Een fantastisch mooi podium, dat nog mooier gemaakt wordt door het overhandigen van de bloemen.
Allereerst de bloemen voor Minke. Dankjewel. Dan de bloemen voor Bianca. En tenslotte de bloemen voor Loes. Het podium van het Nederlands kampioenschap elite zonder contract bij de vrouwen. Minke Slingeland, Bianca Leust en Loes Aardegeest. En Miek van Vleuten. Goed, je mag er zelfs voor gaan staan aan de Miek. Dat is nog veel leuker dan erachter. Ze had concurrentie. 4 seconden was het. 4 seconden kwam nummer 2 tekort, kun je ook zeggen. Dus ondersteunt u haar maar met een geweldig applaus bij die tweede plaats, Ellen van Dijk. En ook even de pet af van hem. Ja? Een etappewedstrijd, de Engine Tour in Californië te winnen. En nu dus ook weer tweede te worden of derde te worden op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Een ovatie voor, daar komt ze, Anna van der Breggen. Dan gaat eerst de trui weer overhandigd worden door voorzitter Marcel Wintels van de KNWU. De trui om de schouders dus van Annemiek van Vleuten. De felicitaties voor Ellen van Dijk en de felicitaties voor Anna van der Breggen. De medailles zullen weer overhandigd worden door Loes Gunnewijk, die met alle drie nog gereden heeft. Allereerst dus de gouden medaille voor Annemiek, de zilveren voor Ellen. En de bronzen voor Anna. Overigens zijn ze allemaal al eens Nederlands kampioen geweest. Jullie mogen op het podium gaan staan om de bloemen in ontvangst te nemen. En dan is een huldiging pas helemaal af. Voor Annemiek is dat al het geval. Ellen de bloemen. En de bloemen voor Anna. En dit is het podium van de elite vrouwen in het Nederlands kampioenschap tijdrijden 2017. Zo, dan ga ik Minke, Bianca en Loes erbij vragen. Ja, gaan we dus zo willen. Prima. En dit zijn de beide kampioenstrio's van het Nederlands kampioenschap. Dan wordt links de vlag gehezen en gaan we luisteren naar het Wilhelmus als afsluiting van deze huldiging.
start. En ze zijn gek van tijdrijden daar. En dat blijkt ook. Tweede plek, Wieger van der Wier. Zo, de kannibaal op nummer 2. En dan de winnaar van vorig jaar. Hij is al 44 en dan toch nog zo geweldig meedoen. Daar hoort wel een passend applaus bij voor Remco Grasman. Allereerst gaan we natuurlijk de trui weer overhandigen. En dat gebeurt door de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Marcel Wintels, die dus de trui om de schouders doet van Daniel Gebru. Met de felicitaties natuurlijk ook voor de andere twee. De medailles zullen worden overhandigd door Jan Markink. Allereerst de gouden medaille voor Daniel Gebru. De zilveren medaille voor Wieger van der Wier. En dan de derde, Remco Grasman. Jan Markink, dankjewel.
dan mogen jullie op het podium gaan staan, want er moeten natuurlijk nog bloemen bij en de foto's moeten gemaakt worden. Ik hoop dat het kan zo. Lukt dit? Goed. De bloemen aan Daniel Abraham Gebru. Wat een geweldige kampioen. Deze man die ook al Olympisch kampioen op de Paralympics is geworden. De tweede man, Wieger van der Wier. En de derde man, de bloemen, Remco Grasman. En dan is dit het podium van het Nederlands kampioenschap voor de runners zonder contract. Ik wil een geweldig applaus voor de nieuwe Nederlandse kampioen tijdrijden, Tom Dumoulin. Want je moet eerst nog wat gezelschap krijgen. En wat deed die man uit Maden van Lotto NL Jumbo? Het geweldig goed, Stef Clement. Wat kwam die tekort? 24 seconden. Is dat een mooie prestatie? Ja, dat is een geweldige prestatie. Dus vraag ik naar voren. En u ondersteunt het met uw invulling van hoe applaus eruit hoort te zien. Stef Clement! En dan hebben we nog één te gaan. En dat is nou het leuke. Het is geen specifieke echte tijdrijder, maar dat hij het kan, dat was wel duidelijk. En dat hij vandaag in zijn eigen gebied, ja, derde wordt. Dat moet hem, hij lacht een beetje en hij staat er een beetje bij van, ja, interesseert hem wel nou, en of het hem interesseert. Hier is de derde man, Robert Geesing. Dan kunnen we toch alleen maar zeggen dat we een dijk van een podium hebben hier. Twee keer Lotto Jumbo met Sunweb in het midden. En de rood-wit-blauwe trui gaat overhandigd worden door KNWU-voorzitter Marcel Wintels. En die gaat hem uitreiken aan Tom Dumoulin. Hey! Die was luid en duidelijk. Natuurlijk de felicitaties voor Tom, de felicitaties voor Stef en Robert. En dan gaan we de medailles uitreiken. En dat gebeurt dus weer door gedeputeerde Jan Markink. De gouden medaille. Prachtig om die weer op de schouders te krijgen. Stef Clement. De zilveren medaille. Allebei reden ze boven de 50 kilometer. En dan Robert Geesing. Ook deze man van Team Lotto. NL Jumbo, een prachtige prestatie geleverd. Jullie mogen op het podium gaan staan. En gaan we de bloemenhulde brengen aan allereerst Tom Dumoulin. Met bijhorende zoenen. De bloemen voor Stef Clement. De bloemen voor Robert Geesink. En mag u vast beginnen te klappen, want de bloemen maken deze huldiging compleet. Dit is het podium van het Nederlands kampioenschap tijdrijden 2017. We gaan straks natuurlijk even met alle drie praten. Ik vraag nu de mannen hierachter om ook plaats te nemen op het podium. Op nummer 2, op nummer 3 en op nummer 1. Daniel, kun jij er nog bij hier bij Tom op het podium? En dan gaan we als afsluiting van deze ceremonie. Ik kom zo nog bij u terug met wat interviews met de mannen. Afsluiting, luisteren naar het Wilhelmus en kijken naar het hijsen van de Nederlandse driekleur.
Zo, geweldig. Nog even naar voren, jongens, voor de fotografen. En dan nog even weer terug hier. Even hier blijven nog voor een korte impressie. Hoe vond je de sfeer hier? Ja, super. Dankjewel, jongens. Dankjewel, Tom Dumoulin. Dankjewel, Robert Gezing. En dankjewel, Stef Clement. Ja, wat een erepodium. Veel succes de komende wedstrijden. En dank je voor een geweldige wedstrijd. Nederlands kampioenschap tijdrijden zit erop. Ja, in de bus. Ja, dat dacht je al, hè? Ja, dan hoefde ik tijdens de rit niet meer. 8:30, naar bed zeg ik je. Vlug. Is nou wat. Oh, je moet al lang naar bed toe vooruit, jongen.